Godfathers. Dat was een verzoekje. Zijn er meer verzoekjes? Ja. Nee! Van onze Hells Angel. Komt die Dirty Harry. Wat zeg je? Tuinkabouters. Van wie? Of van ons. Oeh! Oh, die. Dat was een tweede top 10 hit. Shit. Ongelooflijk. We hadden er eentje nog niet gehad. En in pad, de andere kwam er al overheen. De klet, de derde, de vierde. Zo bleef maar doorgaan. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Die tweede. De 10 kleine tuinkabouters. Een enorme kanje van een hit. We gaan nog spelen voor jullie. De 10 kleine tuinkabouters. Oh ja, welke versie wil je dan? Oh ja, krijg je dat weer. Tuinkabouters of teringtubbies? Teringtubbies. Ah jongens, we gaan even stemmen. Kom op. Het wordt gewoon eerlijk, hè. Wie stemt er in 10 kleine tuinkabouters? Teringkabouters, kan ook. Nee, nee. En wist jij dat je op de 10 kleine teringtubbies? We kunnen nog een mix maken van een tuintubbie of een teringkabouter inderdaad, vind je dat zijn. Sorry. We gaan het woord doen, maakt niet uit, het is winter te zijn. Geeft niks. En we gaan het doen voor jullie. 10 kleine tuintubbies. Eén kleine tuinkabouter voelde zich alleen. Hij riep zijn negen vrienden en ze gingen samen. Zeven kleine tuinkabouters waren dol op seks. Maar één die had een heel zwak hart, toen waren er nog zes. Slonden door een kap konijn. Kan er wel zachter daar? Ik kan me voorstellen dat ze jaloers zijn. Ja, die willen kom, wel zo kom, kom hier maar zo overheen. Precies. Hij probeert mee te spelen, hoor je. Die Teletubby. Ja, een moeilijk nummer, drie akkoorden. Maar goed. Hij hing de ander aan de stroom. Toen was hij weer alleen. Het maakt niet uit of je denkt dat je Gerard Joling bent. Of je bent gewoon een member van Water Trio. De volgende doen we speciaal voor jullie allemaal. In.
Speciaal op verzoek, jongen.